Wie schrijft, die blijft. Onze samenleving verwacht van jou dat je goed kunt schrijven. Die vaardigheid bereik je door te oefenen. Die vaardigheid meten we op het mbo door een examen af te nemen op niveau 2F voor een opleiding op niveau 2 of 3 of 3F als je een niveau 4 opleiding doet. Daarover geef ik je in deze video meer informatie. Wat houdt het schrijfexamen Nederlands precies in? Tijdens het examen werk je 3 schrijfopdrachten uit om je vaardigheden in het schrijven aan te tonen. De producten die aan het einde van het examen opleverd zijn een zakelijke brief, een e-mail voor niveau 2F of een memo voor niveau 3F en een betoog. Dat is een kort artikel waarin jij over een onderwerp een standpunt inneemt en dat verdedigt met argumenten. Telt het resultaat van het schrijfexamen mee voor de diplomering? Zeker. Zonder het afleggen van het examen kun je geen diploma krijgen. Het resultaat telt dus voluit mee. Dit examen is dus kwalificerend. Voordat je examen doet, oefen jij jezelf in het schrijven. Dat oefenwerk kan ook getoetst worden om tussendoor je niveau te meten. Dat toetsen noemen wij ontwikkelingsgericht. De resultaten daarvan tellen voor de examinering niet mee. Welke plaats heeft het examen in het geheel voor Nederland? Het resultaat van het examen schrijven telt mee bij het gemiddelde van de 3 instellings- of schoolexamens: schrijven, gesprekken en spreken. Naast de schoolexamens is er een centraal examen, lezen en luisteren, waar ook een gemiddeld resultaat uitkomt. Uit die 2 gemiddelden bereken je dan je eindresultaat, dat afgerond wordt op een geheel getal. Wanneer ben je geslaagd? Voor niveau 2F ben je geslaagd als je gemiddeld minimaal een 5 hebt. Voor niveau 3F ben je geslaagd als je een 6 behaald hebt. Wanneer je het cijfer 5 gehaald hebt, kun je alleen slagen als je voor Engels een 6 of hoger scoort. Hoe wordt het examen schrijven afgenomen? Het kan zijn dat je het examen moet schrijven, dus met pen op examenpapier. Het examen kan ook met de computer gemaakt worden. Er mag in beide gevallen geen gebruik gemaakt worden van spellingcontrole, woordenboeken of andere hulpmiddelen, waaronder het internet. De examenopdrachten ontvang je op papier. Als je het examen met de hand moet schrijven, begin je met het invullen van je naam, klas, datum en andere gegevens op het voorblad van de examenopdracht. Wanneer je het examen op de computer maakt, plaats je eerst je naam, klas en datum in de kop of voettekst van het document. In het totaal mag je er 120 minuten, dus 2 uur, aan besteden. Je docent kijkt de geschreven of geprinte verwerking na. Vervolgens krijg je je cijfer. Hoe wordt het examen schrijven beoordeeld? Dat gebeurt volgens het bij het examen behorende beoordelingsmodel. Voor elk onderdeel, brief, e-mail, memo en betoog, behaal je een aantal punten. Wanneer is het examen niet te beoordelen? Beoordeling op niveau 2F is niet mogelijk wanneer de brief of e-mail korter zijn dan 60 woorden en het betoog korter is dan 40 woorden. Beoordeling op niveau 3F zal niet gaan wanneer de brief korter is dan 75 woorden en of het betoog korter is dan 70 woorden. Je krijgt dan geen cijfer en je slaagt dus niet voor Nederlands. Je hoeft die aantallen niet te onthouden. Ze staan in de opdracht genoemd. Op welke aspecten wordt bij de beoordeling gelet? Bij elk examenonderdeel worden conventies, inhoud en taalvaardigheid beoordeeld. Neem als voorbeeld de zakelijke brief. Allereerst letten we oordelen op de conventies. Dat zijn de gestelde regels voor de brief. Denk aan het model met juiste en volledige gegevens in de kop, aan het middenstuk met het verhaal en aan de correcte afsluiting. Denk ook aan een goede verdeling in alinea's en de ondertekening van de brief. Vervolgens bekijkt de beoordeler de inhoud. Hij gaat na hoe volledig en correct de uitwerking van de opdracht is. Als laatste beoordeelt hij de taalvaardigheid. Denk daarbij aan de zinsopbouw, de spelling en de interpunctie, dus de punten, komma's en andere leestekens.
Op deze manier worden ook de e-mail en het betoog punten toegekend. Hoe komt het cijfer tot stand? Het opgetelde aantal gegeven punten bij de onderdelen wordt volgens een bijgeleverde tabel omgezet in een cijfer op 1 decimaal nauwkeurig. Dat cijfer is voldoende wanneer minstens 70% van het totaal aantal mogelijke punten behaald is. Hoe kun jij je zo goed mogelijk voorbereiden op het schrijfexamen? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Allereerst met behulp van Via Starttaal Online, tot en met het gewenste examenniveau. Dus doe je schrijfexamen op niveau 2F, voor mbo niveau 2 en 3, dan oefen je ook via Starttaal Online tot en met de eindtoets van 2F. Vervolgens door het gebruik van de methode Nederlands en eventuele katerne bij de lessen. Heel belangrijk is het dat je docent aan het oefenwerk ook nakijkt, net alsof het een examen is. Als derde kun je het via handboek bestuderen om meer informatie over de onderdelen te weten te komen. Ten slotte kun je de taalkaarten erop naslaan. De bladzijden 41 tot en met 66 geven over dit onderwerp informatie. De taalkaarten kun je bij je docent krijgen als je die nog niet ontvangen hebt. Hoe bouw jij het eerste examenonderdeel, de brief, op? De kop van de brief bestaat uit de afzender, de plaats en datum, de adressering en het onderwerp. Het middenstuk begint met de aanhef, bevat een inleiding, kern en slot. De brief eindigt met de groet en ondertekening, die vaak bestaat uit meerdere regels. Eventueel een PS, postscriptum en de vermelding van bijlaag. Kun je mij wat vertellen over de kop van de brief? In de kop van de brief vermeldt de afzender tenminste zijn NAW-gegevens, dus zijn naam, adres, postcode en woonplaats. Bij een bedrijf of instelling gaat het vaak in combinatie met het logo. Van de datering wordt hier een voorbeeld gegeven. Bij de datering gaat het om plaats, datum en jaar. De maand moet met kleine letters voluit geschreven worden. Dan volgt de adressering. Als eerste vermeld je het bedrijf of de instelling. Vervolgens de afdeling en of contactpersoon en daarna het adres, postcode en de woonplaats. De naam van de geadresseerde is voorzien van de voorletters. Bij betreft noem je het onderwerp. Houd dat kort, maar doeltreffend. Na de dubbele punt achter betreft ga je verder met een kleine letter. Nergens plaats je een punt achter de regels in de kop van de brief. Hoe bouw je het middenstuk van de brief op? Allereerst is een goede aanhef of begroeting belangrijk. Deze begint met een hoofdletter en eindigt met een komma. Na geachte heer, mevrouw, volgt de naam van de ontvanger als je die weet, maar zonder voorletters. Let er wel op dat dan het eventueel eerste tussenvoegsel een hoofdletter krijgt. Dus, bij geachte heer Van Dijk schrijf je zowel van als Dijk met een hoofdletter. Dan volgt je verhaal. In de inleiding vertel je waarom en waarover je de brief schrijft. De eerste zin van de inleiding begint met een hoofdletter, ook al eindigt de aanhef met een komma. Begin niet met ik of wij en bedenk een origineler begin dan naar aanleiding van. Je noemt in je inleiding in elk geval de aanleiding voor en het doel van het schrijven van je brief. In de kern van de brief werk je het onderwerp uit. Als het om meer deelonderwerpen gaat, gebruik je ook meer alinea's met daartussen witregels. Dan wordt het een prettig leesbaar geheel. Let erop dat niet elke zin op een nieuwe regel begint. Dus gebruik binnen een alinea de entertoets niet. In het slot van de brief maak je duidelijk wat je van de lezer verwacht of vat jij de boodschap samen. Hoe sluit jij de brief af? Wanneer je begint met geachte, kun je heel formeel besluiten met hoogachtend. Als slot is met vriendelijke groet doorgaans ook prima. Dan noem je de naam van je bedrijf of instelling wanneer je voor je werkgever schrijft. Daaronder plaats jij jouw handtekening of laat je er ruimte voor open. Als die handmatig gezet moet worden, dan wordt dat na het printen gemakkelijk vergeten.
Onder je handtekening schrijf jij je naam, want niet elke handtekening is leesbaar. Indien van toepassing, volgt daaronder nog je functie bij genoemd bedrijf. Gebruik eventueel een PS, dat betekent postscriptum, want dat regeltje leest men doorgaans goed. Eventuele bijlagen bij de brief kun je daaronder vermelden. Waarin verschilt de e-mail van de brief? In de kop van de e-mail hoef je alleen het mailadres van de ontvanger en het onderwerp te vermelden. Verder ontbreekt in het slot van de mail de handtekening. Waarom is als tweede examenonderdeel de e-mail of memo opgenomen? Je moet aantonen dat je in staat bent formulieren in te vullen, berichten op te stellen en aantekeningen te maken. Op een memo die voor telefoongesprekken wordt gebruikt, kun je wat meer gegevens kwijt dan op een gewone memo. Kijk maar even naar de onderstaande regels. Hoe is het derde onderdeel, het betoog, opgebouwd? Als opdracht krijg je een casus. Je haalt je informatie uit een paar korte artikelen en je krijgt een vraagstelling. Jij neemt dan zelf een standpunt in en verdedigt dat met argumenten. Je denkbeeldige tegenstander geeft tegenargumenten. Jij noemt die tegenargumenten en probeert die te weerleggen om ze zo te ontkrachten. Dit laatste is vooral van toepassing bij niveau 3F. Tot slot vat jij het verhaal samen en sluit je af met een conclusie, waarbij je terugkomt op je ingenomen standpunt. Waar moet je verder aan denken? Het is een examen. Maak van de gelegenheid gebruik om een goed cijfer te halen. Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent, minstens een kwartier van tevoren. Je hebt een pen nodig bij het gebruiken van klappapier dat je krijgt. Ook is het handig om een markeerstift mee te brengen om belangrijke dingen in de opdrachten te kunnen onderstrepen. Voordat je je werk inlevert, is het nodig dat je je werk zorgvuldig en kritisch naleest. Op het beeldscherm haal je er minder gemakkelijke fouten uit dan op papier. Als dat kan, lees dan een print van je werk nog een keer door. Tot slot lever je de opdracht samen met het gebruikte klappapier in bij de docent. En je resultaat? Zorg ervoor dat je daarover naar huis kunt schrijven. Ik wens je veel succes bij je schrijfexamen.